Justitie-minister Kenneth Amoksi weerspreekt commentaar van het politiebondsbestuur dat hij geen adequaat beleid voert vanuit het departement. De bewindsman merkt op dat hij integendeel zijn beste been heeft voortgezet om alles in zijn macht te doen om het ministerie vorderingen te laten boeken op beleidsgebied. Het klopt niet. Ik bedoel, vanaf dag 1 heb ik beleid gemaakt op het ministerie van Justitie en Politie. Niet alleen beleid voor het Korps Politie Suriname. Nationaal, internationaal hebben we zaken uitgezet. En bepaalde resultaten liggen daar. We zitten wel, en daarover heb ik constant geklaagd, dat de middelen zoals ze nodig zijn voor de verschillende korpsen, dat die bij mondjesmaat binnenvloeien. Dat is tot nu toe mijn standpunt. En ik blijf praten, ik blijf overleggen met de president, met de minister van Financiën ook, dat deze middelen moeten worden vrijgegeven. De aanschaf van persoonlijke uitrusting voor de eenheden die onder het ministerie van Justitie en Politie vallen, is altijd een uitdaging, meent Amoksi. De minister vertelde ook over de vooruitzichten. Voor 2023 bijvoorbeeld zijn er begrotingsmiddelen opgebracht om dat te doen. En we zijn in vergadering ook met OUI om ten aanzien van de gebruikerseisen die moeten gelden. Want er was een dispuut over het ontwerp zoals die niet daar is. Als het afgebouwd kan worden of het afgebroken zou moeten worden. Dus die vragen zijn beantwoord. We gaan niet nog meer erop bouwen, maar zoals het daar is, dat het wordt afgemaakt. Dus met een begane grond en nog een laag erop, op die manier wordt het afgemaakt. Maar het is streven, het grootste streven is om in deze regeerperiode het hoofdbureau van politie af te leveren aan het Korps Politie. De afronding zal volgens Amoksi niet in 2023 kunnen worden gerealiseerd. Hij stelt dat er naar gestreefd wordt om dit in 2024 voor elkaar te krijgen. Amoksi onderkent dat het ministerie daadwerkelijk tekort heeft geschoten bij de aanschaf van de persoonlijke uitrusting voor de eenheden.